Nou, we staan, het is dag 1 eigenlijk, was gisteravond al begonnen. En dus eigenlijk de eerste dag. Het is lekker, ze zijn al best wel hoog. Aardig stapeltje staat er. En de jongens zijn lekker hard bezig. Daarnet hebben ze lekker broodjes gekregen van Welsen Scheveningen. Dus de maagjes zijn alweer gevuld om weer lekker er tegenaan te gaan. En het is zondag. Een heleboel publiek, een heleboel mensen, toeristen. Die komen allemaal kijken natuurlijk van hoe het gaat gebeuren en alles. Ja, ze hebben een heleboel hoogwerkertjes. En verhuisliefje staat er weer bij. En kortom, genoeg materiaal hier. Nou, het is al avond geworden en we staan natuurlijk hier op de stapel bij Scheveningen. De jongens zijn juist goed mee bezig. Kijk, je moet ook een beetje beschut zijn. En kijk eens hoe hard ze nu al gaan. Die binnenkant, die staat al deze avond weer gelijk. Want ja, de foto's in de middag genomen. Ja, en dat zijn de jongens omhoog aan het werken. En nou gaan ze hem weer even opvullen. Zo werkt het! Maar ja. Leg dat uit aan een andere. Hey, ze gaan fantastisch. Het is dag 3 en ik sta weer bij de stapel van Scheveningen. En zoals je ziet, jongens gaan lekker hard. Ze zijn al best wel hoog. En we zouden gerust zijn ook van dat die hol zou zijn. Nou, ons cameraman is net naar boven gegaan. En die heeft daar een paar shots gemaakt. Zo te zien is het niet hol. Het is gewoon gevuld. En er is ook gemeten vandaag. Wat precies de meter, de hoogte is, weet ik niet zeker. Dus daar ga ik ook geen oordeel over geven. Maar waar ik wel een oordeel over kan geven, is omdat die jongens lekker hard gaan. De manier staat volgens mij op zijn max. En ja, we kijken naar de afstand tussen de hoogte van de manier en de stapel. Kan er dus nog een heleboel pelletjes bij. En dat denk ik dat er ook gaat gebeuren. Want als je naar beneden kijkt, er staat nog genoeg wat naar boven moet. Hey, dit is wat lief. En wij gaan even weer gezellig met ze meekijken. En ik hoop dat het lekker droog blijft, want gisteren was het veel lekkerder. Misschien de zon. En er waren zoveel mensen verbrand. Hey, misschien een nieuwe sponsor, Nivea. Want after sun is wel nodig als het zo telkens de zon schijnt.
zijn natuurlijk weer bij Scheveningen, want ja, waar is het eigenlijk anders? En daarvoor staat Ries de Mos van Groep de Mos. En Ries, je bent hier geweest, je bent daar geweest. Wat vind je er nou van? Ja, een geweldige traditie waar we onwijs trots op mogen zijn als Scheveningen, maar ook als de hele stad Den Haag. En je ziet dit, ze komen van Heindenver om te kijken wat we hier voor moois bouwen. Ja, inderdaad. En ja, gelukkig dat het op de goed lijst nu staat. Want ja, anders was een beetje de kans dat het ja, zou verdwijnen. Ja, precies. En het is heel belangrijk dat het nu gewoon op het nationale erfgoedlijst staat. En dat het gewoon behouden blijft voor Scheveningen. Ja, het is gewoon een gigantische toeristentrekker. We moeten het meer gaan uitbouwen. Ja, en Groep de Mos ondersteunt dat van harte. Ja, inderdaad. Dat is ook duidelijk te zien hier op het ledscherm. Grote Groep de Mos. En ja, wat denk je? Wie is te hoog, hè, denk je? Nou, op dit moment, ik heb begrepen dat Scheveningen iets voor ligt, maar het is een nek-en-nek race. Nou, mogen de beste winnen. Ja, inderdaad, het is echt een nek-en-nek race. Er zijn een aantal tegenslagen geweest met het opbouwen, zowel hier als bij de andere kant. En ja, wat ga je vanavond doen? Thuis vieren of hier lekker op Scheveningen? Nou, ik zit vanavond helemaal goed op een hoog balkon in Houtwijk met familie. En dan kan ik beide vreugdevuren goed in de snotje houden. Oké, nou, dat klinkt dan fijn. En ja, ik zou zeggen alvast de beste wensen, Ries. Oké. Best, hè? Tot volgend jaar. Doei. Hey. Tot later. Dankjewel. Dankjewel. Doei.